Goedenochtend, goede vriend. Vriend der vrienden, morgen is het zover. Wat is het? Morgen is het zover. Ja, morgen dan. Spannend. Livestream? Ja, dat zou nog eens heel goed kunnen. Ja, daar moeten we kijken. Ja, ik app je dat wel eventjes. En hebben ze die platte kast er klaarstaan waar je mee door de stad getrokken hoor? Ja, die mensen vragen zich nu wat gebeurt er morgen dan. Maar morgen moet ik dus die finale wedstrijd spelen in Sittard. Ja? Ja, moeten er zelfs drie spelen. Drie goed, finales. Dus je hebt er zijn vier teams. Ja? En die moeten tegen elkaar spelen. Ja? Voor de gewestelijke finale drie banden klein. Zeg dat een kleine tafel. Oh, kleine tafel. Heb je ook grote tafel? Klein tafel. Ja? We hebben grote, je hebt matchtafel. En, train je je daar ook voor en zo? Gisteravond nog, ja. Zeker. In de Doolhof. In de Doolhof, ja. Nou ja, de Doolhof heeft nu eindelijk die overkapping gekregen. Ja? Zoals jullie gisteren op Omroep Venlo hebben Ik wou net zeggen, dat was wat voor Omroep Venlo, maar ja, dat is er al op. Ja, als je gewoon het netwerk even inschakelen en dan gaat het allemaal gebeuren. Wat, jij was er ook op, hè? Ik was er op. Ik zag het. Want onze voorzitter zit lekker met zijn klootjes in Portugal, geloof ik. Voorzitter is? Leon Bastiaans, hè. Oh, de Leon Bastiaans. De Leon Bastiaans. Ja. Van de VVD. Nee, bij jullie is die van de Doolhof. Ja, bij ons is het van de Doolhof. Ja. Ja? En? Nou ja, goed. Nee, dus ik moest... hij komt vandaag terug. En dan vanavond hebben we een beetje een soort van opening. Want vanavond treedt de tribute band op en Queen. Serieus? Is uitverkocht. Oh, dat lijkt wel Mout. Daar heb ik ook geen uitnodiging van. Mout, ja. Nee, maar van de Doolhof heb ik ook geen uitnodiging vanavond. Nee, maar dat stelt ook niet zoveel voor. Nee, stel niks voor. Er zijn al 2000 man, dus... Oké. Maar ja, die overkapping, ik vind het wel een prachtig ding, moet ik eerlijk zeggen. Het is wel echt mooi geworden. Ja, je kunt ermee lachen, maar het is echt... En die zitten ook op heel veel festiviteiten daar toch te organiseren. Ja, dat hoop ik ook voor jullie. En dan moeten ze mij bellen, hè, want ik doe de kok bellen. Hé, hey, vanavond gaat mijn kleinzoon optreden, want ik heb een kleinzoon, die is rapper. In de haven? In de haven, ja. En wat doet hij? Hoe heet hij? Rapper Klein? Hij heet Wesley Ooms, maar hij treedt al onder de naam Wesco. En ik heb vorige week in Tilburg opgetreden, ja? Groot publiek, maar het was een beetje slecht weer. Dus ga jij erheen? Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. Ja, ik ben een beetje trots op mijn kleinzoon. Ik kwam daar voorbij, daar zit een skate en alles bij je. Doet hij op die skatebaan optreden? Nee, ik heb geen idee, jongen. Oké. Ik heb geen idee. Want er stond een podium richting fietspad of zoiets, zag ik. Het is niet de meest harde werker van de familie, maar... Nee, jou overtreffen kan maar niet. Maar hij heeft, en dat meen ik serieus, 250 teksten geschreven afgelopen 2 jaar in de coronatijd. Hey. Dat leek wel... Dat knap, dus dat heeft toch een beetje van mij, want als ik mijn eindverhaaltje voorlees... Dan kun ik het ook wel aan zoveel. Ja, en je komt... Dan komt hij zo'n beetje in de richting van Boermans Luxemburg, hè? Ja, met 250. Ja? Ja, die moet zich nog wel een beetje waarmaken. Maar goed, ik hoop op een goed... Rappers, daar zit er bij, die Little Kleine, of hoe heet die? Die zijn binnen, hè? Die hoeven niks meer te doen. Ik had ook nog even begrepen dat Marije jarig was, van Tij. Polix? Oh, van Tij. Ja, die was jarig. Dat heb ik gezien, daar stond een berichtje maar 5 jaar geleden. Zei jij, je bent toch niet elk jaar jarig, of wel? Ja. Tij van Marij. Ja. Marij, gefeliciteerd. Ik weet dat je ons heel leuk vindt. Goedemorgen. Dag mevrouw. Ja. Hoe oud zou die worden? 60? Marij, ja, die zal toch aardig die kant op gaan, denk ik. Ja, want Tij is van mijn leeftijd, dus die is 70. En we hebben komend weekend natuurlijk een lekkere Venlo. Is dat ook? Dat is ook, ja. Heb je daar een uitnodiging van? In het Julianenpark. Nee, dat hoef ik niet, want dan kun je zo naar binnen, hè. Maar alleen de vrijdagavond, dan moet je 120 euro even overmaken voor de businessavond. Dat was gisteren. Daar kunnen we niet meer naartoe. Daar kunnen we niet meer naartoe, kok. Was dat leuk? Ik heb geen idee. Maar jij bent ook kok. En jij ook kok. Ja, kok. Nee, maar onze Tim Heintgens. Dat zag ik op Facebook. En Philippe was dat. En Philippe, ja. En Ron Blauw. Dat is een goeie, hè? Ron is een goeie. Ja. Aardige kerel. En wat is er vandaag dan? Kun je gewoon zo hapjes eten en zo? Of hoe gaat dat? Ja, het zal... Ja, weet je, alles kost toch aardig wat. Ik heb het vorige week ook al een keer gezegd. Ja. Ja, het is toch iedere keer... ik snap niet waar die mensen allemaal het geld vandaan halen. Ik zou je zeggen, Emma zei al, je moet alles duurder maken. Ja. En ik denk dat ik dat maar eens ga doen. Ja. Want ik ben de eind... Mensen kopen alleen nog...
ooit is er bij mij iemand gezegd met biljart, hè, ze wilde een demonstratie geven. Had ze iemand gevraagd, ze 500 gulden doe ik dat, hè, ja? In de gulden tijd. Ja? Toen zei het bedrijf, oh nee, dankjewel. Toen vroegen ze iemand anders, die vroeg 5000 gulden. Oh, dat verhaal ken ik nog niet. Ja, dat is echt waar gebeurd. Ja. En toen zeiden ze, we nemen die van 5000 gulden, want die van 500, dat kan niks zijn. Nee. Kijk, zo werkt het. Zo werkt het, Kok. Ja. Dames en heren. Ja, dames en heren. We gaan weer afsluiten. Hallo, hallo. We wensen u allemaal een fijn weekend. Er is van alles te doen in Venlo. Dus, Hoef je niet te vervelen. Je hoeft je niet te vervelen. Dat zei je hier naast me die schelen. Oh nee, Kok gaat nu rijmen en ik ga dat voor u op verzoek van diverse fans simultaan vertalen. Ja? Ja. Wie zijn wij om te bepalen waar u komend weekend heen gaat of laat amuseren? Feit is dat er van alles weer te doen is, bijvoorbeeld naar de Doolhof, lekker Venlo en zelfs aan de haven kunt u zich muzikaal binnenstebuiten keren. Wat ga ik doen? Nou, ik hou niet van darten, dus ga ik aanstaande zondag om het gewestelijke kampioenschap in Sittard biljarten. Fijn weekend. Insgelijks.